Eerst nog even Nederlandse wielerverhalen die gisteren op de tekenen vielen bij het afscheid van Annemiek van Vleuten. Ze zwaaide af, 40 plus, het was wel een keer welletjes, toch? 40 plus, dan mag je een keer zeggen van nou, dan ga ik met wielerpensioen, toch? Ja, of was het misschien nog te goed voor? Nou ja, ik heb zelfs begrepen dat ze nog niet helemaal met pensioen gaat. Want ze is nog wel van plan een licentie aan te vragen. En op een wat lager niveau toch nog wat wedstrijdjes te blijven doen. Misschien wel de criteriums die jij organiseert. Ja, wie weet. Ja, wie weet heb ik nog volgend jaar weer terug in de criteriums. Nou ja, goed. Zij is wel een voorbeeld van iemand die het heel lang heeft volgehouden. Door op haar manier de sport te beleven. En er heel veel plezier aan te beleven, denk ik. En ja. En dan is uiteindelijk leeftijd maar een getal. En als je nog op dat niveau zo lang kan presteren, ja, waarom zou je stoppen? Stoppen doe je maar één keer. Als je echt helemaal stopt, dan is het over. En, ja. Debs daar is ook gestopt, maar die is eigenlijk helemaal niet gestopt. Die fiets gewoon weer op de gravel. Die stopt ook niet. Nee, dus, nee. Maar ik vind het wel heel mooi aan om te stoppen eigenlijk. Ze is net over de top heen van hoe goed ze vorig jaar was. Hè? Bijna onverslaanbaar. Nu... Ja, een beetje de fakkel is overgegeven. En Demi Vollering, doe jij daarmee? Ja, Demi. Dus nu is het moment om op het hoogste niveau te stoppen. Maar is het... Maar kijk, als ze volgend jaar gaat doorkoersen ergens mee, dan moeten we er niet gaan zien als die wereldkampioen die ze was. Maar gewoon van de Annemiek die op dat moment aan het genieten is van wat ze aan het doen is. Maar niet...